En waar gaan we naartoe, Jan? Naar de dijk wil ik. Naar de dijk wil die. Een bordje met een patatje en zijn thee. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Bezemboel. Ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag zondag, de 7e van de 5e 2023. En we leven om 9 minuten over 1. Ik ga zo meteen de hondjes uitlaten. En dan is het wachten op iemand die gaat komen. En ja, ik mag dan vloggen. Want jullie hebben diegene al vaker gezien. En jullie krijgen diegene nu ook gewoon weer te zien. En we hopen dat het een gezellige middag mag worden. En wat we gaan doen, Joost mag het weten, ik weet het niet. Maar we gaan ervan genieten. En ik hoop ook gewoon dat jullie ervan gaan genieten. Ja, en ik zal ook straks, dan ga ik gelijk weer klaarzetten. Moet ik daar weer naartoe? Daar naartoe? En toen zat mijn bril niet goed. Ik moet weer naar Hans Anders, jongens. En deze neusjes kan ik niet verstellen. Want dat is één geheel. Maar dat doet zeer. Maar het komt wel goed. Ik moet delen. Ho maar, Rijka. Rijka. Klaar. Die map. En ik moet die hebben. En ik moet die hebben. En dan kan dat weer sluiten. En dan hebben we, dat is van Cor en dat is van Mirjam, ja. Nou, ik heb het geopend, ja, en dat doen we straks. Ik ga natuurlijk eerst het belangrijkste doen en dat zijn wel mijn meisjes, ja, echt waar. Kandaf heeft al eten gehad, dus dat is helemaal weer goed. En diegene die naar mij toe komt, die gaat voor mij even naar Albert Heijn om eventjes koekjes voor de dames te halen en vrolijk snoepjes. Ja, vrolijk mini. En dan krijgt degene die dat doet, krijgt geld van mij terug. Ik heb toch geld in mijn tas, ja. Dus het komt allemaal goed. Daar ben ik blij mee dat diegene dat even voor mij wil doen. Want anders had ik vanmiddag er alsnog heen gemoeten en ook nou kunnen andere leuke dingetjes toch doen. Ja, we zullen beleven. Ja, dat is een vlieg. Laat die maar lekker vliegen. Ga ik zweetje glijden. Oh ja. Ook weg. En vlieg ook weg. Ik zie die vlieg niet meer. Ze zag een vlieg. Nou ja, dat kan gebeuren. Dus ja, ik hoop dat jullie ook een hele fijne, liefdevolle zondag hebben vandaag. Geniet ervan. Ik hoop dat de kerkdienst waar jullie vanochtend zijn geweest is geslaagd. Dan doe ik dan met duim voor omhoog. En wij gaan nu eerst even lopen. En ja, jullie zien me straks wel weer terug. Ik zou zeggen tot dan. En die legt daar zo lief. Maar daar legt er ook eentje heel erg lief om het hoekje. Hé? Ja. En er zit er hier ook eentje heel erg lief. Ja. Die wou net zijn koffie gaan drinken, geloof ik. Koffie drinken. Ik heb nog koffie omhoog drinken, omhoog doen. Nou, proost. Proost. Dag Jan, dag. Hoe is het met jou? Goed hoor, ik moet er toch even uit, dus. Ja, ik had je trouwens andere week pas verwacht, de 14e. Ja, ja, ik denk van moederdag, maar. Ja. Dus, ja, ik sta te twijfelen, dus. Ja, nou ja, maakt niet uit. Ik vind dat ook wel leuk hoor. Ja. Dus volgende week is moederdag, dan denk ik van de meeste mensen krijgen altijd, moeders krijgen altijd visite, dus. Dat weet je hè, bij mij, ik en niet. Nee, nee, maar goed, je hebt nog Karin en ja, zo. Maar die zondag is dan niet meestal thuis. Ja. Of ze weer andere dingen te doen. Ja, Karin is altijd druk bezig. Ja. Dus. Dus verder gaat het goed met mij hoor. Dus. Mooi, nou ja, daar zijn we allemaal blij voor. Ja. Toch? Ja. Ja. Ze kennen jou ook allemaal. Zeker weten. Dus. En hoe was de reis? Goed. Ja, geen ja. Oponthoud? Nee, niks van oponthoud. Nee, Dat is nee. Met de bus ging het goed, de treinen gingen goed.
Ja. Nou, dat is mooi. Ja. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik heb weer vragen te beantwoorden van onze lieftallige Mirjam en onze lieve Cor. Die gaan we weer beantwoorden vanzelf. En dan beginnen we natuurlijk, ja, astronaut bij onze Mirjam. Dat is deze. En dat heeft nog steeds met de bevallingen te maken. Want het bleef ze doorgaan. Ze had van één vraag wel meerdere vragen gemaakt. Hoe lang moest je in die tijd in het ziekenhuis blijven? Nou, dat was met mijn zoon, de oudste, Harrit. Een week toen nog, dat moest toen nog, dat we, ja, gewoon nog een week blijven. En de andere bevallingen was allemaal 24 uur bevallingen. Dus ja, ook zelfs de zwaarste, de waar ik veel pijn mee had, met Katja. Dat was ook gewoon een 24 uur bevalling. Zodra het met moeder en kind goed gaat, ja, dan mag je naar huis, want anders hou je in een bed bezet. Dat was toen destijds al zo. Ja, daar kan ik niks aan doen. Maar dat is nou helemaal zo. Dus ja, lieve Mirjam, heb je dat ook weer, hè? Ja. En ik zou zeggen, je krijgt dus de groetjes van onze Jan. Ja. Ook dat nog. Groeten van mij. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve Mirjam, geniet van je dag. Het zal bij jou wel bloedheet zijn. Het is hier al 18 graden. En daar ben ik ook helemaal blij mee. Ja, ik liep met de meisjes te zweten in mijn jas en dan had ik toch een dunnere jas aan. Ja, maar ik had mijn vest er nog onder. Hoeft dus niet, nee. Dus lieve schat, kusjes en we spreken elkaar later weer. En ik ga over naar Cor. Dus die van jou kan die vraag weggehaald worden. Huppata. En dan komen we hopelijk morgen weer terug. Ja, met een nieuwe vraag die er nog in staat. Dus opslaan. En dan hebben we onze Cor. En dat is vraag 6, Cor. Ja. Wat voor films kijk jij en wat is je favoriete muziek? Nou, mijn favoriete muziek is sowieso al Nederlands, want dat versta ik tenminste. Engels versta ik amper. Oké, er zijn wel mooie nummers bij, ondanks dat ik het niet versta. Maar dat de muziek op zich leuk is, gezellig is. Ja, toch? Ja. Dadelijk houden jullie even rustig, ja. Want jullie storen mij. Hoor afgeleid. Ja. Dus ja, Nederlands, dat versta ik. Maar qua muziek, nou ja, ook, hoe heet die gek? Die opera doet met al die hele groep om hem heen. André Rieu. Ja, vind ik ook geweldig. Ja, dat vind ik gewoon top, André Rieu. Nou, dan heb je André Hazes en de juniors en weet ik veel hoe dat allemaal heet. Hoe heet die jongen nog? Jij noemde er net eentje. Jan Smit en Janus. Maar ja, dat is allemaal Nederlands. Dus ja, Nederlandse muziek. Ja. Ja, en af en toe wel een ander taal, omdat het, maar als het oud is, zoals Elvis Presley, wij noemen hem hier ook Schelvis, doet er even niet toe. Ook die is goed, was goed, laat ik zo zeggen. Hij is niet meer. Hé, hey, dames, klaar nu! Nee, ja! Nee, ja! Schatse, nee! Pas op! De Elwing, die schudt nee. Ik zeg ja! Potverdikkie. Maar in ieder geval, ja, dat is dus de muziek en films. Nou ja, als het kerst is, dan zit ik weer voor de buis om kerstfilms te kijken. Want dat vind ik heel erg mooi. Wat ik ook heel mooi vind, dat was, net zei ik het nog, The Lord of the Rings. Maar dat is nou, dat heb ik al zo vaak gezien, The Lord of the Rings. Dan het wordt hem dan een beetje afgezaagd. Maar ik blijf hem mooi vinden. De Hobbit, als daar een film van is, wil ik die ooit nog eens zien, want die heb ik nog niet gezien.
Nou ja, voor de rest kijk ik niet veel films, want ik ben 's avonds aan het werken, dat weet je. Dan heb ik hem wel aan, maar dan staat hij op de achtergrond qua geluid, dat ik een beetje geluid om me heen heb. Af en toe kijk ik en in de pauzes dan ga ik wel weer aan het werk, maar als ik de film niks aan vind, dan laat ik hem gewoon lekker staan voor het geluid, een beetje zachtjes, en dan kan ik gewoon doorwerken. Nou, dan ben ik ook eerder klaar dan alleen nog met de reclames gaan werken. Ja. Nou, dit was jouw vraag nummer 6, Cor, lieve Cor. En Kokkie. Dus kom maar op met je nieuwe vraag, want dit is nou wel weer je laatste vraag. Ja, je laatste vraag. Dat was nummer 6. En die heb ik nou gehad, dus die haal ik weer weg en ik wacht op nieuwe van jou. Komt het heus wel, denk ik, weer goed. Ze zeggen, lieve Cor en lieve Kokkie, we spreken elkaar weer. Doei! Nou, lieve vrienden, dat was dat. Dat haal ik dan weer weg. En dan zijn jullie trouwens ook weer wijzer. Ja. Hup, weghalen. En opslaan. En verder gaan. Zo, en wat wij nou zometeen nog gaan doen, dat weet ik niet. Sowieso mijn koffie opdrinken, anders wordt die koud. En dan nog een bakje koffie nemen, want daar hebben we wel zin in. Met een koekje erbij, want dat is ook lekker. En daarna, ja, Jan die wil even mijn nieuwe booster zien, dus dat krijgt hij ook te zien. En wat hij verder wil, hij mag kiezen wat hij wil. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet ook een beetje met ons mee. Tot later, doei! Doei. Nou, en daar staat ons Jan. En waar gaan we naartoe, Jan? Naar de dijk wil ik. Naar de dijk wil die. Nou, dan moeten we naar die brug daartoe lopen. En dan gaan we, weet ik wel, weer een heel en terug. Ja, natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. Of wel dan? Of wel dan? Maakt dat wat uit? Nee. Nee, zegt hij. Tuurlijk niet. Helemaal altijd even kijken op de dijk en zo. Maar ga wel even kijken op de dijk. Nou, dat kan. Ja, en ik ben natuurlijk nog uiteraard lopend met mijn rollator. Maar we nemen jullie wel gezellig mee. Dus vandaar dat ik jullie er even weer bij pakte. Om het toch even te melden. Dus ja. Maar dat maakt allemaal niet uit hoor. Nee, ik pak jullie er gewoon straks er weer gezellig erbij. Want ik moet nou zo meteen de stoep weer af. En met één hand sturen gaat allemaal een beetje moeilijk, dat weten jullie. Hertog Jan, die kan er wat van. Ja, die kan er wat van. En dat is nog lekker ook. Ja, nou jullie zien het. Stoepie, paaltjes, etc. Ja. Dus ik ruim jullie weer even op. Oh ja, meisje. Oh ja, meisje. Oh ja, 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 ja. Hé? Ben je lief? Ja, nou. Oeh, je duwt me weg, weg, weg. Zo. Ja, nou heb ik hem op de rem. Nou mag ik. Ja, jullie zien het. We zijn weer thuis. Jandietje daar, achter mij. En Elwin van mij even begroeten. Dat moet kunnen. Deze camera kon ik helaas niet gebruiken op de dijk, want het begon te spatteren. Later begon het nog regen te regenen. Zodanig dat mijn rok, nat is die niet, maar vochtig. De poort is alweer droog, kun je nagaan hoe snel het opdroogt. Ja, daar is hij wat nat, bij op mijn kniehoogte. Maar in ieder geval, ik heb wel een short weten te maken van een marineschip. Dus ja, die houden jullie te goed. Dat komt wat later dan, denk ik, weet niet zeker de vlog, ik weet het echt niet. Nee. Maar in ieder geval, wanneer komt die online, dat kan ik wel even voor jullie bekijken. Dat gaan we even doen ook. Hé, ja nou? Ja. Shorts. Die komt op 18 mei online. Ja. Als ik had kunnen vloggen, wat ik maar niet heb gedaan. Want dat vond ik niet leuk. Er stonden een aantal mensen aan de kant te zwaaien. We hebben ook even meegezwaaid bij Jan. Ja, zeker. Ja, ik heb wel gezwaaid. Want de mannen die voeren uit. En er stonden familieleden ook te zwaaien. En uiteraard te huilen. Nou, je gaat niet andermans leed
op zo'n moment, ja, ik doe het wel eens, zo'n uitvaart of wat dan ook. Ik ben buiten, het mag, weet je, het mag wel. Maar ik kon de camera ook niet gebruiken en omdat het harder begon te regelen, heb ik die ook gauw opgeruimd. Ja, een beetje, miser kan hij een beetje hebben, een beetje spetters, maar meer ook niet. Dus ja, daar moet je wel voorzichtig met je apparatuur wezen. Maar anders had ik wel gaan filmen verder, want het was een mooi gezicht, ondanks dat het grijs-grauw was. En ondanks ook, ja, je kon niet echt heel ver weg zien. Het was wat heijig, dampig, hoe noem je dat? Ja. En dat ging gewoon niet. Maar er was een hoop te beleven. Ja, toch? Ja. De boten gingen heen. Ja, de Texelse schepen, die twee boten gingen heen en weer. En er was nog meer vaart op de zee. Dus ja. Er was genoeg te beleven en genoeg te zien op zee. Genoeg mensen te kijken, ja, ook foto's. Genoeg. Ja, maar dat kwam door die marineboot. Ja, ja. Dat was familie, vrienden, kennis die stonden te wuiven en te huilen. Ja, jij ook. Och, godje. Oeh, godje, godje, godje. Die zit hier. Oeh, ja, en die heeft Rijka op schoot. Ja, mooi hè. Rijka. En ik hoor er eentje. Lekker. Die gaan we ook even ophalen. Ja, die gaan we ook even ophalen. Ja, echt waar. Dat is Kandalfie. Kandalfie. Ja, onze Kandalfie. Ja. Oh ja? Is het zo? Ja. Hm? Wat moet je dan? Nee, we gaan lekker aan de koffie weer. Ja, ook dat gaan we lekker doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Dat doen wij ook hier aan deze kant. En ik zou zeggen, tot later. Ja, we zijn weer op het station aanbeland, Jan. Ja. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Juist. Ja. Ja, en de meiden die zijn mee. Ja. Ja, ook dat nog eens een keer. Dan neem ik de trein weer van 7:30. Ja. En dan ben ik om 11 uur thuis. En dan bel je weer op. Dan bel ik jou alweer op dat ik thuis ben. Dus. Ja, komt helemaal goed. Ja. Dus, nou ja, morgen weer huishoudelijke zorgen. Ja, dat heb ik ook. Dinsdag tot en met vrijdag weer aan het werk. Ja. Als er geen werk is, dan zijn we weer vrij. Ja, ook dat nog eens een keer. Ja, nou ja. Dus... ja, ik zit nog in de zon in. Dus, dat is dus een man. Ja. Ja, je hebt allerlei verschillende types. Ja, en ik zit driekeling, maar ja. Hoe ze dan erbij lopen? Ja. Kleding maakt me niet uit, maar ja, loop normaal, weet je. Ach ja. Dan ga ik gewoon de trein weer in. Dus, ja, het is tegen de zon in. De zon. Ja. Zo? Ja! Ja. Dus, ja, ga ik ook weer die kant op hier. Ja. Dus, was het eten lekker? Zeker, het eten was goed. Mooi. Doen we weer eens over met een satéetje. Zeker. Dus, nou, kus. Ja. Mwah, mwah, mwah. Ik hoop dat het erop staat, zal wel niet. Zal we naar de grond geweest zijn. Ja, ik heb mijn hand niet zo draaien helemaal. Nee, dat is goed. Dat is goed. Gaat helemaal niet. Dat is goed. Daarom. Nou. Nou, lieve schat, wel thuis. Dat, jazeker. En ik hoop dat er geen onweer onderweg is, et cetera. Daar hadden ze het wel weer over, dus ja. Nou, ik ga gauw... Ik hoor het wel van je. Ja. Als je onderweg bent en het onweert ergens, app dat even door. Ja, natuurlijk. Oké. Dan ga ik de Beatrixstraat helemaal weer uit tot aan de gracht. Oh, ja. En dan kunnen ze daar weer verder wat doen. Ja, dit zo je rondje gelijk. Ja, daarom. Dus. Komt helemaal goed, lieverd. Doei. Nou, doei, doei. Kijk, kijk. Ja, wat is dat? Oh, een eik voor de. Ja. Heb jij andere?
Zo, ga mooi zitten. Die dan doet het niet. Nee, die is daar te eigenwijs voor. Ja, die ruikt veel. Ja. Rijka, ga je zitten. Rijka, kom zitten. Zitten. Nee, ja. Hé, Rijka, zit. Zitten. Goed zo, en blijf. Ja. Je kan het wel als je maar wilt, hè? Ja. Ja, echt waar. Ja, dus ja. Nou, ik hoor je vanavond later wel. Ja, ik hoor het, ik bel je wel. Ja, is goed. Oké, man. Doei, doei. Zwaai even nog. Doei, doei. Doei, doei. Daar gaat hij. Ja, dat was een middagje gezellig samen met onze Jan van Dam uit Emmeloord. Heel gezellig gehad met hem. En ja, zoals jullie weten, ik ken hem al jaren. Toen stond internet nog in de kinderschoenen. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. En tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, we hebben Jan dus met z'n drietje lekker gezellig naar het station gebracht, zoals jullie weten. En ik dorst deze camera niet mee te nemen, omdat mijn tasje aan de rollator nog steeds nat was. Mijn jas was zelfs nog nat, binnen en buiten. En een jas aan, die water- en winddicht is. Als die van binnen nat is, is die niet waterdicht. Nee. Mijn vest is zelfs vochtig, maar ik had nou nog erger een zweetjas aan. Maar een te dikke jas is ook niet prettig, dus je moet wel iets wat me dunner hebben. En ik heb, ja, het is niet echt leer, het heeft ernaast gelegen, maar ik heb zo'n leren jas wat ernaast heeft gelegen. En dan zit ik maar een voeringje van nylon in. Ja, dat zweet. En dan heb je ook nog een nylon truitje aan. Tenminste, ik denk dat er nylon in verwerkt zit of zo. Maar in ieder geval, we zijn weer thuis en ik ga de televisie aan doen en ik ga een vlog in elkaar zetten en televisie kijken. Ik vind het gezegend, ja. Dus ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne, liefdevolle avond toe, met, samen met de diertjes natuurlijk. En voor later op de avond uiteraard welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En, jullie weten het, God houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei. You've been lost in a